lang moeten we nog? Hoi allemaal, vandaag heb ik een video voor jullie over vakantie. En ik heb al vakantie. Jullie hebben misschien al bijna vakantie. Sommigen zijn misschien al op vakantie. En oh, wacht. Hoi, Marije. Hey, wanneer ga jij eigenlijk op vakantie? Morgen. Deze video is bedoeld voor de mensen die nog duizenden dingen moeten regelen als ze over 24 uur al op vakantie gaan. Ik denk niet dat ik de enige ben, maar ik heb altijd moeite met mijn koffer inpakken. Want je hebt een super grote koffer of juist een kleine koffer, maar er moeten bepaalde dingen in en ik weet gewoon nooit wat ik nou wel moet meenemen en wat ik thuis moet laten. Bikini, broek, lange broek, shirtje. Oh, oh my god, wat, ik weet het niet meer. Waar ik altijd mee zit, ik weet nooit hoe ik fatsoenlijk mijn koffer moet inpakken. Mooi opvouwen. We pleuren het er gewoon in. Of is dat niet zo handig? Oké, opvouwen dan maar. Ik neem altijd te veel mee of ik vergeet precies één heel belangrijk ding. Ik ben mijn slippers vergeten. Hoe dan? 12 uur in de auto. Ik was altijd zo panisch dat ik onderweg naar de wc moest gaan. Pap, ik denk dat ik naar de wc moet. Lois, we zijn echt net onderweg. Wat ik altijd vreselijk vind is wanneer ik op vakantie erachter kom dat ik mijn favoriete nummers niet heb gedownload. En dus niet kan luisteren die zomer. It's the worst. Laat ik nog even Netflixen. Nee, oh, ik ben vergeten mijn favoriete nummer op mijn iPod te zetten. Why? Voor mij is het ook een struggle, omdat ik meestal op vakantie zo min mogelijk op mijn telefoon wil. Dus meer wil gaan lezen, tekenen, schrijven, etc. Maar daar heb je boeken voor nodig. En boeken zijn dik en zwaar en groot en nemen ruimte in. En ik heb geen e-reader zoals mijn moeder. Dit boek, dat boek. Keuzes maken. Ook echt heel moeilijk vindt om in te schatten als ik op vakantie ga hoeveel onderbroeken en sokken heb ik nodig. Ik ga 2 weken weg en hoeveel heb ik er dan nodig? 10, 12, 20? I don't... Wie heeft er überhaupt onderbroeken nodig? Summer ready? Oh ja, nou ja, whatever. Get it, Simon! Hoe lang moeten we nog? Hoe lang zijn we aan het rijden? Hoe laat is het? Wanneer gaan we stoppen? Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Aan de ene kant hoop ik ook niet dat het altijd herkenbaar is voor jullie. Want dat is natuurlijk de jaarlijkse struggle van vakantie. Maar geef een like als jullie ook op vakantie gaan. Of als jullie thuis blijven. Laat me weten in de comments of jullie ver weg gaan. Of jullie in Nederland blijven. Of je met de auto of met het vliegtuig of met de fiets gaat. Wanneer deze video online is, ben ik waarschijnlijk zelf al op vakantie met Marije. En jullie zullen vast wel up-to-date blijven. Want ik ben nog steeds een actief persoon op social media. En we gaan waarschijnlijk ook vloggen. En dan zie ik jullie later alweer. Bye.